tell me, can you see the stars? Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 29 november. En ik neem jou vandaag mee in mijn dag. Dat leek me wel leuk. Want ik heb een hoop voor te bereiden voor morgen. Je hoort het misschien een beetje aan de stem, maar ik voel me niet helemaal top. Ik ben steeds een beetje ziekjes. Ik was namelijk vorige week bijna de hele week ziek. Ja, dat is niet top. En ik voel me eigenlijk nog steeds niet echt heel top. Mijn keel doet nog steeds superveel zeer. Of tenminste, niet per se zeer. Een beetje een raar gevoel heb ik in mijn keel. Mijn neus zit helemaal verstopt. Ik heb echt nog steeds lichte hoofdpijn. Gelukkig geen koorts meer, want vorige week had ik ook echt koorts en zo. En ik voel me nog steeds niet top. Maar goed, maakt niet uit. Want ik ga morgen met mijn vriend 3 dagen naar Center Parks. En we gaan naar Düsseldorf. We zitten in Center Parks Heiderbosch. En ik heb super veel zin in. En we gaan dus op Center Parks ook samen Sinterklaas vieren. Morgenavond. Het is dan nog niet officieel 5 december geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik moet daar nog alle cadeautjes voor inpakken. Ik moet nog een gedicht schrijven voor mijn vriend. Ik moet mijn koffer inpakken voor Center Parks. Dus het leek mij leuk om jou vandaag mee te nemen. Dus ik hoop dat je de video al leuk vindt. Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we maar snel beginnen met de video. Of tenminste, en ik met mijn dag. Ik ben even naar de Appie gelopen. Want ik had ze in avocado en dat hadden wij thuis niet. Ik heb zalm, avocado en beagles gehaald. Dus die ga ik zo meteen even lekker eten. Ook heb ik 2 december kalenders gehaald. 1 van 5 en 1 van 10 euro. Die van 10 euro die ga ik zo meteen gelijk krassen. Waarschijnlijk als ik tijd heb. Want ik heb echt nog meer dan genoeg te doen. Ook heb ik gelijk even bij de paracetamol en ibuprofen gehaald. Want die zijn verdwenen of zo. Bij mij kan ze die niet vinden. En daarna ga ik mijn cadeautjes inpakken en mijn gedicht schrijven. Zo, we zijn al een tijdje verder. Ik heb lekker gegeten. Ik had lekker een beagle met avocado, zalm en truffel mayo. En nu ga ik mijn cadeautjes inpakken voor Nick. En ik heb net mijn gedicht geschreven. Het zijn 2 A5'jes geworden. Die doe ik zo meteen in een envelopje. En dus mijn cadeautjes. Ik wacht dus nog wel op 2 cadeautjes. Want het is allemaal vertraagd. Ik denk door Black Friday en zo. Dat is wel jammer. Maar ik heb al wel wat cadeautjes. 1 cadeautje komt sowieso vanavond binnen. Dat is een Mystery Funko Pop. En daar ben ik heel excited over. Dat lijkt me echt heel leuk. Het andere cadeau wat nog binnen moet komen. Staat nog niet gepland voor vandaag. Dus gaat vandaag ook niet meer komen, denk ik. Ga ik nou nog niet zeggen. Want misschien ga ik hem dat wel geven met kerst. Omdat ik nou toch al wat cadeautjes heb. En ja, met kerst ook nog. Zo, ik heb even mijn ringlamp bijgepakt. Want toch al wat aan de donkere kant. Oh, dan moet ik hem wel aanzetten, Jolly. Even kijken. Yes, daar zijn we. De cadeautjes dus. Dus vanavond komt mijn Funko Pop binnen. Hopelijk, tenminste hij staat gepland. Maar er staat wel dat het wat drukker is dan normaal vanwege Black Friday. Dus ik hoop echt zo erg dat hij komt nog. En het andere cadeautje hou ik nog even geheim. Gezien ik nog niet weet of ik dat nu al ga geven of met kerst. Omdat het waarschijnlijk later is dan morgen. In ieder geval, de cadeautjes die ik al heb, daar ben ik in ieder geval sowieso al heel blij mee. Als eerste deze superleuke sleutelhangers met een foto van ons erin. Kijk even hoe leuk dit is. Tenminste, ik hoop dat Nick het ook leuk vindt. Maar ik vind ze in ieder geval super schattig. En ik heb er nog één besteld voor mijn eigen dus ook. Ik vind deze in ieder geval superleuk. Dus dit heb ik in ieder geval sowieso als cadeautje. Wij zijn vorige week samen naar de film Black Panther gegaan. En we vonden de film allebei echt super gaaf en super leuk. En gisteren stond ik in de winkel en toen viel mijn oog op het poppetje van Black Panther. Dus deze heb ik ook gekocht. Gewoon voor de leuk erbij gedaan. Een klein poppetje van Black Panther. Dus deze heb ik ook als cadeautje. Dan heb ik dit spel als cadeautje. Dit is Saboteur het Duel. En het leuke aan dit spel vond ik dus, dat je hier ziet, is dat je het ook zelfstandig kan spelen. Dus alleen een solo variant heb je er dus van.
ik hoop dat het heel erg leuk is. Dat zag ik ook zomaar liggen. Dus voor 1 tot 2 spelers. Dus je kunt alleen spelen of met iemand anders erbij. Oh, dit is wel irritant, die ringlamp zo. dus deze heb ik ook gekocht voor hem. Misschien kunnen we het wel samen spelen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar. Dus dit heb ik ook als cadeautje. Dan heb ik dit t-shirt als cadeautje. En dit vond ik echt super leuk. Nou zit hij altijd tussen 2 maten in. Dus ik hoop dat ik de goede maat heb. Anders kan ik het nog terugsturen in ieder geval. Dus deze. Dit is een super leuk printje. Er staan bladen op. En hij is blauw. Met dit groene detail. Heel tof. Dus deze heb ik ook. Ik hoop dat Nick het ook heel erg leuk vindt. Ik vind hem namelijk wel echt super tof. Dus dit t-shirt. Dan heb ik gewoon voor de leuke bij een decemberkalender van 5 euro. Ja, dat was altijd leuk. Ik vind het in ieder geval altijd leuk om deze dingen te krassen. Dus die doe ik er ook bij. En als laatste, naast de Funko Pop die nog binnen moet komen, heb ik iets super tofs gevonden. Dus ik vind het super tof. In ieder geval, ik vind het super tof voor Nick. Ik ga het even openmaken met beleid, want het is breekbaar. Het is namelijk een mok. En het is niet zomaar een mok. Het is namelijk een mok. En er staan van die, ik weet niet hoe je dit noemt. Ik weet niet, ik ga niks zeggen, want ik weet niet hoe je het noemt. En aan de achterkant heb je een maatbeker variant. En dus er staat dus cafeïne voorop. En dan staat erbij respect the chemistry. En ik vond dit dus super tof. En ik vind het dus super tof. Want Nick doet dus de master scheikunde. En dus hij studeert scheikunde. En ja, dus ik vond het super tof. Dus deze mok. En dan ga ik hem weer heel voorzichtig inpakken terug. En dit zijn dus de cadeautjes die ik heb voor Nick. Ik heb in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeautjes. Ja, ze heeft cadeautjes met de Funko poppen bij. En ik hoop zo dat hij binnenkomt. En ja, ik ga die nou dus inpakken en ik ga het filmen in een timelapse. Ik heb mijn cadeautjes ingepakt. Het gedicht, kalender, het spel, de sleutelhanger, de mok, Black Panther en het shirt. En dit is dan nog voor mij. Die moet ik even wegstoppen. Want Nick slaapt vanavond hier. En nou ga ik snel douchen. En dan moet ik vanavond mijn tas inpakken voor Santa Parks. Zo, mijn Funko Pop is net binnen. En dit is hem dus. Dit is dus de Mystery Funko Pop. En het is Joe Perry 173. Ivana hier voor de verandering. En ik heb net mijn koffer en mijn tas ingepakt voor mijn weekendje Center Parks. En ik ga bij deze de video afsluiten. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier benieuwd als je hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jou zie bij de volgende video. Doei!